Ik zit op mijn bord, letterlijk en figuurlijk met vier wielen van de grond. In de haarspel. In de haarspel. Oh, als ik ziet ze uitgooien, dan gaat het mijn bord omhoog. Ja, dus, dank je, ik ben eraf. Ja, ik zie het. Ik moet ook maar even een keer met een tank opstappen, of niet? Ja, tank, bedoel je? Strand, ja. Want we kunnen nummer 39 moet ook even weer wat strand hebben. Hoeveel strand hebben we? En wat queen? Ja, zeker. Ja, 100. 100 maar. Ik heb ze net allemaal gevoerd. Oh, goed bezig, jongen. Ze hadden allemaal niks, zei Thomas. En die koeien wist ik, wanneer heb je die gekocht dan, Peter? Vanavond? Ah nee, een week geleden al. Oh god, ja. Ik word een keek, jongen. Ja, ze zeiden niet moe, maar... Ja. Oké. Die moet nog mengvoer, kuilvoer en water hebben, dan hebben ze alles. Maar ze hebben wel vloeibare mest van 62 kuub. De koeien? Ja, dus ik koop een tank. Ah, ik reset dat ding, dat er helemaal doorheen te vliegen. Wat gedoe, hè? Redelijk. Ik vind het maar een irritant stukje hier. Het is best wel een krap gebeuren. Hé, hey, Pompidje ook, hè. En we moeten ook in Erabas proberen, zeker, of niet? Gewoon met de keeper en... Ja, oh, ik heb niet zoveel geld, hè? Nee. Hoe breed is dit tank? 15 meter, toch? Ik zet hem op... Nee, ik moet het even weten. Ja. GPS even aan. Ja hoor, doen we even. Zo, ik ben een poepje. Wist hem maar een jarie in? Ja, poepbrede. Nou Peter, nou Christian, ben je jongen? Ja, ik zie het. Doe eerst... Hoor of het nu voor wat pegeltjes ben. 40.000. Even kijken, ik hou er even in een gaatje. 85. Aan oogstinkomsten vandaag 224.000. Maar als je gewoon op de balans kijkt, hebben we gewoon, ondanks dat we die combine hebben gekocht, winst. Nee, die combine hebben we de vorige keer al gekocht. Dat was de vorige dag. Ja. We hebben hem even door de nacht heen gesjord. Ja, we hebben toch, maar we hebben nu wel winst, Vier, want we hebben wel een 100.000 voertuig nog weer gekocht vandaag. Maar die combine die hebben we gisteren ook al toch, of niet? Ja, daarom. Ja, klopt wel, ja. Maar het is dus dan toch niet zo wat Ronald zei, dat hij door middel van die cleaner moet worden schoongemaakt, dat vond ik al raar. Nee, maar wat gek dat hij dan gisteren wel weer deed. Ja, dat hoe kreeg je dan weer los? Nou, je moet voor bij hij zegt van de grain conveyor is vol. En dan moet je er in de buurt van de bek gaan staan en dan doe je hem weer op drukstop B en dan is er weer los. Oh. Bliksem, die fan die lust ook diesel. Ik heb nog maar 100 liter er maar in zit. Ja, maar we hebben nu ook wel wat minder grote tanken, hè, met die trekkers. Ja, wel een dikke schoolschijf. Welke fan is dat? Die 515? Ja. En ja, dat vind ik een mooi trekkertje. Ja. Dus het lust ook wel diesel. PJ, ja. Zit jij bij de combine of niet? Ja, ik heb hem hier halverwege staan. Oké. Okay.
dit wordt een aflevering met timelapsen. Jongens, Peter is er weer. Ja, en weer niks hek. Even stil. Ja, nou ben je in de lul, want ik heb het allemaal opgenomen. Oh, shit. Dat je dan dat opnemen was. Nou, oké. Ik ga dat terug luisteren. Oh, dan hebben we ons wel mooi verraad. Ja, niet best. Dat jullie mij echt een toffe peer van, en zo? Zoiets. Een beetje negatiever, maar... Iets minder toffe peer. Ja. Een rotte appel eigenlijk. Nee, lamlul. Nee. Het woord tof hebben we niet genoemd in ieder geval. Hé, hey, maar Thomas, we hebben al 380 abonnees. Ja, hè? Ja. Jezus. Vanmorgen 77. Ja, we worden populair, jongens. Nog heet, dan trappen ze overal de rode lopen voor ons uur. Ja. Dan moeten we net als Cristiano Ronaldo in de pauze zijn doordoen. Strikje, pakje. Ja. Ja, ik wil ook eigenlijk wel een meeting organiseren. Met handtekeningen en zo. Ja, misschien nog niet zo roer. Nee. Dat we een handtekening of een game kunnen zetten. Zo, mijn kut nog. Nee, Peter, dan voor de mediamarkt zit iedereen die farming koopt. Ja, ja. Van ons. Ja. Peter, kist heb ik om? Nee, hè. Ik heb een probleem. Zit er in een sleer? Nee, ik zit op mijn bord. Ik heb er bijna in. Ik zit op mijn bord. Ik zit op mijn bord, letterlijk en figuurlijk met vier wilden van de grond. In de haarspel. In de haarspel. Oh, als ik ziet ze uitgooien, dan gaat het mijn bad omhoog. Ja, dus, dank je, ik ben eraf. Ja, ik zie het. Och, nog een opa dood. Och, god, jij met viltje tussen de rails. Yeah. Wat is er? Ja, dat doet die opa. Oh. Yeah. Dat wordt dus één bord minder. Oh, het is gebeurd, mio. Waar? Ik heb geen stroom meer. Oh. Ik denk verder een stuk wel. Nee, maar het heeft me wel 33 liter kost. Gaan ze jullie? Ja. Ik ben nou de vanavond met die MB-trekker partner dat mij 1 liter gasolie kost. Dat staat nou op 215. Dat is ook niet realistisch. Nee. Dat is zo simpel, zeg. Nou ja, je zou toch verwachten dat al die trekkers toch best wel veel verbruiken. Hoe wij het verbruiken, wordt hij toch wel onder 3000. Nou ja, dat is niet zo, Pieter Jan, want ze gebruiken nou tussen de 20 en de 30 liter per uur. Oh ja. Ja, er ben ook wel momenten dat ze iets meer gebruiken, maar... Toch, To? Ja hoor. Nou, Patrick, mag jij weer wat centen over, jongen? Nou, maar. Oh, fuck!
Woer. Nee, niet. Maar dat ging mis toen je daar... Ja, dan pakte die hem niet meer op de... Ik kon ook niet zien dat de tank met de versnellende zakte, hoor. 74.000. Oh, jeetje, wat een geld, jong. Ja, ik wil niet met cheaten. Ik vind... Dit gaat prima zo. Maar we moeten wel een keer aan het... vernijden in onze rijven. Ja, bouw de schrift van af, hè? Ja, bouw wat old. Ja, dan hebben we geld nodig, hè? Maar een schitterende combine. Ja. Hij is al eens in die combine zitten, Thomas. Kun je ook camera views checken, hè? Ja, hè? De lespiep en alles kun je doen. Dat is super. Ach, god. Ik reep dat klamme boos, hè? Jij zegt er nou tegen mij van dat ik wel weer stil ben, of van... Ik ben echt geïnteresseerd. Nee. Ik reed even... Ik reed hem door klamme bozen hier. Waar ben je? Ja, ik reed hem door, met hem beter ik door bozen. Hoezo? Moet zo ver omreden. Oh, door! Ja, ik zie die. Jongen. Ik moet zomaar door het bos met keeper. Ik heb verrek. Zo. Nou had ik hem wat drink het... op. Ik geef hem snel een peukje ook. Dat komt weer aan. Zet hem dan wel neer dat niemand er last van heeft. Hij nee, lieve. Oh, hij nee, lieve. Nee, lieve. Dat wel maar goud. Toppen. Zo, ik sta bij muur. Zo, kijk. Zijn wij het hem over Thomas en PJ? Ja, ja, doe maar even. Oh, hij is nog niet voor. Godskes. Ach, doe maar even, Roddel, kom. Niet te ver, niet. Nee, maar die Thomas, die... Wat een lul is dan, hè? Nu ben ik benieuwd wat hij gaat doen. Dat gaat helemaal goed, denk ik. Hij neemt het land daarnaast zit er gewoon mee. Ja, dat kan ook, ja. Ik ben er weer, hè? Stil weer. Ja, oké, ja, ja, ja. Nee, lieve jongen. Maar, Een beetje chips, hoor. Schouder, hoor. Ik heb al chips gehad, dus ik doe het niet weer. Het moest vol, PJ, of niet? Wie? Ronald. Nee, Peter zit erop. Hij is de keeper was vol, zeker Peter, maar niet? Ja, 78. Ja, ik zet druk hem maar wat extra in en dan kan je wel een beetje, hè? Ja, zo is dat. Vat hij net nog wel wat over. Ah, jong. Jij maar hem vol. Ik ben benieuwd, Peter, als jij nou hem graag gaat afleveren of wij er ook geld bij krijgen. Oh ja, is goed. Ja, vast wel toch? Nou, het is een zonnige boos, hè? Ja, dat is zo. Klap, hè? Toch, hij trekt wel wat last van als de wolken vol waren. Ja, maar staan dat 145, Peter? Kom op. Ik krijg nou geld, jullie ook? Ja, ik ook. Boer is de bolenwoon, de pakkenwoon. Pietje. Die staat bij de schuur. Oh, dus die is los. Ja. Daar hebben we geen trekker voor. Nee, ik heb de case voor de keeper gezet. Welke schuur? De eerste loods. Ergens. Ja.
ik zal die kaart weer op je. Eerst een pol, Jan. Ik hier hem even voor, Jan. Nou, bijna. Nou. Even over de bult in het bos. Hoppakee. Ik moet zeggen, dit ventje rijdt ook fantastisch. En de zuckerbite, hè. Zijpertje. Ben jij die pakken aan het opraven? Ja. Maar hè? Bij de wol. Helemaal even daar. Hier, dan heb ik nog maar 44 liter. Ik ga net zo lang deur dat ik er maar uit krijg. Druk me wel naar de huurstoel. Nou, ik heb de Oosterapbus, hè. Er zit een dieseltank achterin. Oh ja, is ook zo. Ja. Ik moet ook nooit mijn eigen bus uitmissen. Hoi. Oh, dat had ik al gisteren met mijn eigen auto. Jezus. Een bende. Ik kan niet meer in mijn persoon. Nee? Nee. Ik had nog een bak vol rommel van mijn oude bus er nog weer insmeten. Die zou ik nog even een plekje geven. Hoeveel kilometer heb je alweer met de deur gereden? 26. Oh, bliksem. We liggen hier ook een pakken, ja. Ja. Nou, Pietje is wel in de deur gewoon. Mooi wat pakken bij de boerderij, ja. Zag een hele hele stapels. Allemaal strootjes. Kunnen we weer in vooruit.